dat vervallen. Start van de tweede halve finale. En meteen een valpartij bij het begin. Weliswaar rijden hier de eerste rijders nog door. Vandoor. En het is aan de leiding hier met start nummer 6 natuurlijk niemand anders dan John van den Berg. Dat is jammer daar voor een paar rijders. En wij zien dan ook hoe Billy Lyles hier meteen probeert om het goed te doen. Een herhaling hier van de valpartij. Ja, dat krijg je natuurlijk. Iedereen is begeerig, Gerrit, om vooraan te komen. Hè? Dat krijg je. Zij is enthousiast. Kijk, Van Doorn is Van Doorn zit erbij, hè? De strijders worden een beetje slachtoffer. Die twee, die halve finale zijn toch net alsof je het zelf geregisseerd hebt. Want in de eerste halve finale hebben we alle Amerikanen bij elkaar. In de tweede halve finale hebben we en Strijders en Van Doorn en Van den Berg en Ron. En dan de Billy Lyles. Dat is ontzettend mooi. De Berg neemt de kop. Lyles zit op de tweede plaats. En Strijders een slechte start, maar toch op dit moment al op een derde plaats. Nou ja, goed, een beetje pech is niet erg als je maar bij de goede plaatsen zit voor de finale. Dat zei Ron Lachine ook de vorige keer. Jongen, wat ligt die man meteen al aan het voor, hè? Ja, dat is het voordeel van kopstart. De Berg is bekend om zijn snelle openingen. Ja. Dat doet hij in de Grand Prix ook. Hij rijdt zo in een paar 110 seconden weg. En dan gaat wel eens het kaarsje uit. Maar vanavond is het maar 12 minuten, dus dit is een voordeel. Van Doorn dus weer gevallen. En zakt hij dus weer verder naar achteren. En ik hoop dat Geert-Jan toch nog... de rust kan bewaren door een finale plaats eruit te kunnen rijden. Ja, hij is op dit moment even helemaal uit zijn ritme natuurlijk. Ja, dat krijg je in dit werk. Je bent zenuwachtig, je valt. En dan moet je eerst de ronde even weer tot rust komen. Die kanten moet je op kunnen brengen en dan pas weer aanzetten. Kijk, de Berg, die doet het ook even voor. Het is enorm, hij heeft daar aan de overkant van het circuit een voorsprong nu van, ik zou bijna zeggen, wel 100 meter. Ja. Maar Strijders is dus de achteren, dus in de slag met een Billy Lyles. Ja, die Lyles gaat ook als vergif daar aan de overkant. Hè? En in de Berg is toch een groot coureur. Je ziet dus de achterstand wordt ietsjes kleiner. Daar gaat Strijders, die valt met Lyles. Ik wou net zeggen, de Berg die werkt op Strijders. Lyles zit er sneller op en hetzelfde geldt voor Dave Strijders. Maar Dave gaat verder en is toch nog derde. Maar ze zijn seconden kwijt natuurlijk. Seconden zijn ze kwijt, want de Berg die rijdt bijna zijn eigen wedstrijd nu. Ja. We zullen dat eens even timen. Die heeft een voorsprong, dat is ongelooflijk zeg. Ja. Ik denk dat de strijd op de kop is beslist, dat is de Berg. Toch een grote achterstand voor Strijders en Lyles. En dat kan Strijders toch niet goed maken. Ik wou net zeggen dus dat de Berg op Strijders, twee concurrenten, het werkt als een soort rode lap. Dan neemt Strijders, je ziet er iets te veel snelheid in zo'n wasbord, wordt direct afgestraft. 16 seconden is trouwens het verschil, dat is bijna ongelooflijk. Ja. Dat is een kwart van het parcours, 16 seconden is het verschil tussen de kopman, daar gaat hij. En de twee kernbanen nu op de tweede plaats, Dave Strijders. En daarbij onze jonge Amerikaan, de winnaar van Amsterdam 1984, Billy Lyles. Billy Lyles rijdt toch een sterke wedstrijd. Ja, hij kwam niet in beeld, maar we zien dus John de Berg. Maar Billy Lyles is toch geïnteresseerd geweest. Ja, daar is hij dan met Strijders. Ja, en Strijders die geeft dus niet op. Pakt hij hem naast elkaar? Nee, gaan ze nee, hier. Niet. Nee, het, bijna had Strijders de binnenboot gehad, dan had hij het misschien gehaald. Maar de wedstrijd is nog jong, nog 8 minuten en 40 seconden en nog die ene ronde. Ja. Lyles is dus echt wat je noemde geblokte rijder. Een beetje hoekig sterk. Ja, dat is te zien, Geeft dus niet op. Davy is ook meer is veel tengelder als een Lyles. Maar ik denk toch, er hangt wat bij zijn motor. Dus hij heeft wat beschadiging opgelopen. En daar komt dus de Berg weer. Die gewoon heel soepeltjes zijn rondjes rijdt. Mooie lijnen kan uitzoeken voor de finale. Want, ze kunnen het toch wel. Die jongens hebben erg goed bijgeleerd de laatste jaren. En, door het Grand Prix seizoen zijn ze natuurlijk een beetje achtergeraakt op dit specifieke gebeuren. Geert-Jan van Doorn weer in beeld. Daar is hij weer. Hoppa, weer iemand voorbij. Mike Harden. Mike Harden, de goede Canadese rijder. Geert-Jan van Doorn die geeft dus alles om in die finale te komen. Wat een geweldig enthousiasme bij het publiek, dames en heren. Dat is enorm. Strijders is dus laatst voorbij. Voor zijn geld. En die geeft niet op, die Strijders. Toch doorgaan, toch vechten. Ja, en pak maar een voorsprong daar, hè. Maar de tijd in zo'n halve finale is toch te kort om zo'n gat met de Berg dicht te rijden. Ja. En, maar Dave kennende zal toch een goede race van willen maken. Het publiek is laaiend enthousiast. Nou, je zei net ik had het zo kunnen regisseren, maar volgens mij heb je dat ook gedaan. Nee hoor, ik ben toch nog te veel een sportman. Om dit soort dingen moet je niet regisseren, want dan gaat het altijd fout. Je moet de dingen zijn beloop laten en dan zie je, dan komt er toch iets moois uit de buurt rollen. We zien dus Strijders weer met Lyles achter zich.
Ja, maar let op, die berg blijft verschrikkelijk hard gaan, want de achterstand verandert totaal niet. Het blijft 16 seconden. Nee, maar die mannen, je kunt ook niet te veel het tempo verlagen, want dan mis je de snelheid om die schansen te nemen. Die dubbele schansen, de moeilijke dingen. Dus je moet een bepaald ritme rijden. En op die manier blijf je overeind, ga je dat verslappen. Dat is heel gevaarlijk, want dan maak je heel snel fouten. En dat wordt dan afgestraft. En dan gaat het John weer. Ja, en het leuke is ook nog dat de rondetijden dus van de eerste halve finale en van nu vrijwel gelijk zijn aan elkaar. Dat belooft dus wat voor de finale. Dat belooft een enorme finale. Dat kan bijna niet anders. Als ik het zo mogen registreren, zou ik zeggen, Strijvers en de Berg op kop in de finale. En Lechien halverweg en Woord ook halverweg. Nou goed, laat mij dan een beetje kiezen voor die Amerikanen. Wat mij betreft met z'n vier of vijf naast elkaar over de lijn. Ja, zeker. Hier Gerard Rond in beeld. Die wordt dus gelapt door John de Berg. Ja. Ja, het is toch dat is geen schande natuurlijk, maar Gerard komt goed uit de verf vanavond. En daar een pechvogel, u zag, dat was Bert Kuipers, die sloeg met de hand op het stuur. Ja. Er zit toch 10 jaar tussen. Nou en nog. En dat telt in dit werk. Ik denk dat Gerard een probleem heeft met zijn motor. Het is te zien, hè? Hij gaat langzaam. Ja. De Berg die draait soepel de rondjes. Zo, mooie sprongen ook van de Berg. Wat dat betreft doet hij voor geen Amerikaan onder. Nee hoor, dat deed hij ook in de Grand Prix in Argentinië en Brazilië. Of zo'n Grand Prix was het niet, ook dubbel sprongen erin. Het was in de lucht. Dan gaat dus de Berg soepeltjes de voorsprong handhaven. Ik denk niet dat hij hem uitbouwt. Nee, het leuke is om te zien hoe hij op het paspoort toch nog weer verschillende technieken probeert. Hè? Ja, dat is, kijk, je gebruikt... Ik zie dus Van Doorn, buitenbeeld, in de strijd. Lauw zit weer vlak achter hem nu. En het verschil wordt iets kleiner, 2 seconden minder nu, 14 seconden zit er tussen. De Berg was verhinderd door een achterblijver. De grond weer ietsje dichterbij. Harry Barendrecht, nummer 44. Mooi hoor. Ja, een luid enthousiasme dus hier voor het gevecht om de tweede plaats. Het is nog Dave Strijbos die tweede positie in handen heeft, maar Lyle zit hem op de hielie. En er zit ook nog een geweldig gevecht in Vergeetje aan Van Doorn, die we dus twee keer op de grond hebben zien liggen. Die toch een geweldig inhaalrace aan het doen is, want die wil ze toch niet aan kennen. Hij blijft de rijders maar op een ronde zetten die de Berg. Alleen maar voor een finale plaats, maar echt gewoon plezier. Dat kun je heel duidelijk zien als ze rijden. Zie je de techniekverschil? Als Smit gaat hij daar voorbij. En weer dat gejuich, maar dat is voor het gevecht om de tweede plaats. Lauws nu op iets grotere achterstand. Erik Stuurman wordt dus ingehaald door John de Berg. Ook een jonge, talentvolle rijder. Een beetje blijven steken dit jaar. Maar pas twee Grand Prix op buitenland. In het buitenland gereden. Ontwikkelen zich toch ook de jongens. Dus talent hebben we wel in Nederland. Enorme lustsprongen. Ja, Theo van Hoevelaken wordt hier rond. Daar gaat dus Van Doorn, die een geweldige opmars bezig is. Hij ligt dus op het moment op een vierde plaats. Is ongelooflijk, hij heeft toch twee keer op de grond gelegen. En toch heel wat plaatsen goed gemaakt. Ja, we zullen even helemaal naar de tussenstand kijken. Nu naar 8 ronden. Zoals bekend aan de leiding, dat is bepaald geen verrassing, de Berg. Dan in tweede positie Dave Strijbos, op de derde plaats Billy Lyles. Op de vierde plaats, Gerrit zei het al, Gert-Jan van Doorn. En Gert-Jan die heeft daarvoor een paar ronden gelegen op de vijfde plaats. En die kwam uiteindelijk veel verder achteruit het veld. Die hadden we na de eerste ronde als 15e staan. Dan achter onze vriend Gert-Jan van Doorn met startnummer 17, Guy van Gijsselgem, de Belg. Daarachter met startnummer 22, Mike Harden, de Canadees. En dan als de laatste op het volledige aantal ronden nog, althans zo was het bij de vorige doorkomst. Startnummer 42, de Nederlander Leo Combé. De Berg nog steeds, maar Strijbos kijkt de Berg dwars op zijn motor zitten. Ongelooflijk, blijven beheerst rijden. Strijbos loopt nog iets in op hem. Maar dat heeft ook met achterblijvers te maken. Als de eerste lang is, weten ze dat ze komen. De kopgroep is voor de tweede altijd makkelijker om in te halen. Maar ja, zoals altijd, het is een cliché, maar het geldt ook hier. Je mag de huid nooit verkopen voor je de weer geschoten hebt. We hebben dat met Machine gezien daar straks. En dat alles met nog ruim 2 minuten en 1 ronde in deze wedstrijd voordat de finishvlag zal vallen. Mooie sprongen weer. Je kunt gewoon de klok gelijk zetten overigens op die ronde van John de Berg. Als hij tenminste niet gehinderd wordt door achterblijvers. En die komt hij nogal eens een paar tegen natuurlijk hier. Ja,
Zo, links en rechts gaan ze voor hem opzij. Ja, en met een snelheidsverschil, dan wordt er af en toe van. Ja, geweldig. Ze blijven maar springen. Dan zou je denken, één foutje, de stuurman komt nog weer thuis. Kijk eens aan. Heel beheerst. Toch een heel moeilijk plek, deze passage. Moet de leeuw op been gaan. Ja, die is dan ook nu zijn positie op het volle aantal ronden kwijt. Maar je ziet het weer, op dat pasbord gaan ze allemaal even langzaam. Ja, dat is echt een ontzettend mooie hindernis. Is een mooie scherprechter. Daar haal je ook de techniekverschillen heel duidelijk uit. Hè? Ja. Dat iemand die gewoon goed beweegt, het voordeel is. Op pure kracht doe je niks in deze sport. Nee, dat is duidelijk. En wat mij altijd opvalt, alle toprijders, en dat is niet alleen bij Stadion Cross, maar ook bij gewone motocross, die beheersen die machine zo geweldig. En Freddy Spencer doet het in de wegracerij. Als zij zeggen daar langs, dan gaat die fiets ook daar langs. En dat moet je ook, want anders krijg je ongelukken. Gaat dus Davy Strijbos, die passeert ook achterblijven, is heel gemakkelijk. Maar je moet gewoon altijd beheerst zijn. Altijd weten wat je doet en dan moet je op trainen. Altijd weten wat je doet, dat je in alle tijden de situatie meester bent. En dan kun je ook fouten maken, want die herstel je gewoon vrij snel. En die zijn niet catastrofaal. Dat is duidelijk, daar komt hij weer. Nog 46 seconden. Ja, de hand in de lucht. Zomaar even. Leuk voor die jongen. Een beetje kijk, show hoort erbij natuurlijk. Kijk, voor die mensen en in de Berg en de Strijbos is natuurlijk een zwaar seizoen achter de rug. Het wereldkampioenschapseizoen. Dave 2, de Berg 5. Dus prachtig, die jongens zijn nu net uitgelaten honden. Dave is 17, de Berg is 18. Die kunnen gewoon alle hartelijk stoeien op zo'n circuit. Ja, en wat dat betreft is het ook leuk dat de wedstrijden betrekkelijk kort zijn natuurlijk. Want een echte Grand Prix vereist heel wat meer lichaamskracht. Zeker, want het is 42 minuten, het is veel preciezer rijden nog, veel langer rijden. Maar dit is echt lekker spelen met die motorfiets. En als je die mannen de zin doet, dan laat je ze 6 keer starten op een avond. Nou, het tijdvak is bijna voorbij. Het ziet er maar uit dat de Berg het bordje krijgt voor de laatste ronde dadelijk. De Berg die dus hier vanaf het eerste begin van deze wedstrijd aan de leiding heeft gereden. En dat had natuurlijk ook te maken met pech van al zijn achtervolgers. Maar dat maakte de wedstrijd weer spannend. Daar gaat het bordje. Laatste ronde dus. En wij timen even weer de achterstand van onze tweede man. Dit is toch vrij groot die achterstand. Ja, daar is niet zoveel meer in veranderd in de laatste ronde. Nee. Hij is iets ingelopen tot op 12 seconden, maar daarbij bleef het dan ook. En Billy Lyles die heeft zich kennelijk ook tevreden gesteld weer met de derde plaats. Rondeberg. Ja, dan leek het erg leuk, weer het rond erachter, maar die zat dan wel op een ronde achterstand. Ja, het is verkeerd natuurlijk toch wel hard, maar hij doet zijn best, hij rijdt goed. Maar ze 10 jaar levensverschil te zitten. Kijk eens aan, Rondeberg. Zo, dat nog meer in de laatste ronde nog gewoon even over die dubbele heen, handje opsteken. Prachtig. Peter Herlings, die kwam hem nog even van nabij tegen daar. Dan gaat hij naar het wasbord toe. De laatste lotjes. En hij is in de halve finale. En daar valt de zwart-wit geblokte vlag. Keurig. Hand in de lucht. En John de Berg is dus de eerste man uit de tweede halve finale. Die zeker is van een plaats in de finale. Een finale die ongetwijfeld verschrikkelijk spannend wordt. Dave Strijbos ook zeker in de toch een goede race gereden. Op weg naar de tweede plaats. Lijst nog verder achterop, dacht ik, in die laatste ronde. Maar Gert-Jan van Doorn zit Lyles op de huis. Ja, mooi, mooi. Het had nog even langer moeten duren, Gerrit. Eén ronde naar die gaat. En dan weet ik waar hij voorbij rijdt op een hele moeilijke dubbelsprong. Want dat doet Van Doorn. Nou, dat zien we straks in de finale. Zonder enige twijfel. Slechts 5 rijders met het volledige aantal ronden. Na 14 ronden in deze wedstrijd. En dat was dus op de eerste plaats, u hebt die naam tientallen keren gehoord. In deze tweede halve finale, John van den Berg. Op de tweede plaats was het Dave Strijbos. Op de derde plaats Billy Lyles. Op de vierde plaats Gert-Jan van Doorn. Die kwam echt dichterbij. En de laatste man met het volle aantal ronden. Dat was met startnummer 17, Guy van Keizegem.